Wat is systeemdenken en hoe gebruik je het? Rondom een maatschappelijk probleem zoals mentale gezondheid, slecht slapen, roken en overgewicht zijn verschillende factoren van invloed. Neem bijvoorbeeld overgewicht. In Nederland hebben zo'n 50% van de volwassenen en 12% van de kinderen daar last van. Om dit aan te pakken is meer nodig dan wat meer bewegen, gezonder eten en een goede nachtrust. Het probleem is gecompliceerder. De omgevingsfactoren van gezinnen zijn van invloed. Hoe is de woonsituatie? Lukt het om elke maand rond te komen? Ongezonde voeding en reclame is overal om ons heen. Zoals op weg naar school of werk en online. In het aanbod van de supermarkt is gezonde voeding vaak duurder dan ongezonde voeding. Gezonder gedrag en een gezonde omgeving zijn ook afhankelijk van politieke keuzes. Zoals gezond eten goedkoper maken en minder reclame van ongezonde voeding in het straatbeeld en online. Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zouden kunnen stoppen met het investeren in fastfood en andere ongezonde producten en meer kunnen investeren in lokale voedingsproducenten. Zie je de complexiteit? Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op onze gezondheid. We vertellen iemand om gezonder te gaan leven, terwijl we het hele systeem moeten aanpakken. Dit doen we als volgt. We brengen eerst het systeem in kaart vanuit alle denkbare perspectieven. Welke zaken spelen er bij mensen? En hoe ziet hun omgeving eruit? Welke belangen spelen er bij betrokken organisaties? Wat is de invloed van het politieke beleid? En hoe botst dat met economische belangen? Al deze factoren beïnvloeden elkaar en veranderen met de tijd. Vervolgens kijken we welke aangrijpingspunten de meeste invloed hebben op een positieve verandering. Ten slotte kijken we iedere keer of de acties de bijdrage leveren die we verwachten. We hebben bijvoorbeeld gezien dat als er helemaal geen snacks in schoolkantines aangeboden worden, dat jongeren dan naar de dichtstbijzijnde snackbar gaan. Je moet dus ook werken aan een gezonde omgeving buiten school. Een complex maatschappelijk vraagstuk los je dus niet op door je alleen op het individu te richten. We moeten eerst naar het hele systeem kijken en vanuit daarna oplossingen zoeken. Werk jij ook aan complexe vraagstukken en wil je meer weten over systeemdenken? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.